Station 5. Heater up, all one. Zoals u kunt zien waren de arbeidsomstandigheden in het vertoonde filmpje abominabel. De werknemers zijn werkvee. De werknemers worden continu afgeblaft. Daarom is er behoefte aan beter. Dit roept dus om bescherming. Bescherming van een internationaal vakverbond. Doe maar. Een vakverbond dus, maar een internationaal vakverbond. Van, wie zijn wij? Jongen, doe jij? Ja, wij zijn dus opgericht ten 1 november 2006. We zijn gevestigd op Brussel. We worden vertegenwoordigd door 306 lidorganisaties uit 154 staten. En we hebben in totaal dus 168 miljoen. Wij zijn dus niet om het even welke organisatie, wij zijn dus wel degelijk de stem van de arbeider wereldwijd. Onze missie. Onze missie is het verdedigen en het bevorderen van de rechten en de belangen van de werknemers door internationale solidariteit. Ja, dat was een probleem. Onze actieterreinen. Vakbondsrechten en mensenrechten. Twee belangrijke rechten in het dagelijks leven, op economisch en sociaal gebied. De economie, samenleving en werk, die moeten degelijk te combineren zijn. Gelijke rechten en non-discriminatie, ook een basisrecht van elke vakbond. Internationale solidariteit. Vandaag. Eerst geluidsbestand. Geluidsbestand. Klikken. Duurt een tijd. Internationaal vakverband. Wij streven naar internationale solidariteit in deze economische crisis.